see from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody singing oh. Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is weer eens tijd om naar de Action te gaan. Ik ben er al een tijdje niet geweest en ik heb gewoon heel erg veel zin om even daar lekker te gaan snuffelen. Te kijken wat er allemaal nieuw in het assortiment is. En wellicht iets voor onze woning mee te nemen. Denk het niet, want eigenlijk hebben we alles nu wel. Maar je weet het niet. Nou, het is dus nu eind januari, dus ik ben heel erg benieuwd. Het zal vast ook wel veel Valentijnsdag dingetjes liggen. Dus kunnen we altijd even tussen snuffelen. Ben je benieuwd wat ze op dit moment bij de Action verkopen? En mocht ik iets meenemen, wat ik dan meeneem? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik wil je vragen om een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik heb dus samen met mijn vriend een huis gekocht. Dus de komende tijd, ja, alle content zal vrijwel allemaal in het teken staan van huisdingen. En uitzet en regelen en oh, leuk, makeovers, dat soort dingen. Vind je dat leuk? Vergeet dus niet te abonneren op mijn kanaal. Nou, laten we snel beginnen met deze video. Ik ga naar de Action in Nijverdal en ik neem jullie gezellig mee. We zijn er! Gelijk bij de ingang zie ik de vloerkleden. En deze zag ik dus de hele tijd op TikTok. Kijk. Voor €32,92. In het wit en in het beige. Best wel leuk. Dit is ook handig. Van die microvezel schoonmaakdoekjes voor je gezicht. En dan maandag, dinsdag, woensdag elke dag een ander schoonmaakdoekje. Voor €2. Hele grote canvasdoeken waar je do-it-yourself op kan maken. Dat zie je tegenwoordig ook toch heel veel met van dat textuur verf. Kun je ook gewoon zelf maken. Oeh, ik zie hier hobby deco stof. Hoe leuk om als tafelloper te gebruiken. Het is een beetje van een jute. Super leuk. En hier zie ik ook nog van die zakjes. Mocht je sieraden verkopen of iemand een cadeautje willen doen. Dan heb je voor 5 zakjes, 80 cent. En dan hier ook nog wat van die velvet zakjes. Maar daar heb je er 2 voor 80 cent. In het rood en in het bruin-grijs. Hele DJ-set voor €80. Ik zag dit ook al. Ik heb het doorgestuurd naar Sander. Voor onder de tv. Zo'n mega grote soundbar. Dit is normaal vet duur. En deze is dus €30. Laat me even weten, mocht jij dit hebben, of dit goed is of niet. Of dat je zegt, goh, ik zou investeren in een duurdere. Let me know, want anders is die wel interessant voor ons huis. Ik zie hier nog een snijmachine. Echt hobbyachtig, voor €35. Heel veel schattige washi tape. Ook leuk voor Valentijnsdag, deze linkerkant. Met dat rood. Bij de kaarten kijk ik echt altijd. Vaak hier voor 70 cent heb je vet leuke kaartjes. Ik neem er 3 mee, want ik heb altijd wat op voorraad. Hier heb je ook van die hele grote met muziek. Maar dit is ook een leuke kaart, zo'n hele grote. Voor 90 cent. Ja, enig. Hier hebben we nog meer muziekkaarten. Dan zie ik hier nog wat kapstokken. Op zich ook wel handig en prima basic formaatje. Wat is dit? Ook een kapstok. Een hele grote gouden ronde spiegel voor €9. En ik zag hier laatst ook van die organische spiegels. Maar die zitten er nu niet meer in. Maar wel een ovale met hout voor €7. Ik zie hier nog een tafellamp die ik op zich best wel leuk vind. Even kijken. Best schattig voor €5,80. En ik zie hier een crystal touch lamp. Geen idee wat dit is. Ik denk dat je dit dus aan de bovenkant zo kan indrukken. En dan geeft die verschillende kleurtjes. Die is €5. Nou, en heel veel kussens. En ik wil nog 2 van deze mega kussens. Maar er is maar 1. Dus dat is jammer. Voor achter op het bed. Om het echt een beetje Amerikaans op te maken. Deze is wel heel zacht. Maar goed, er is er nog maar 1. Dus dat is jammer.
vloerkleed. Hier zijn ook nog vloerkleden, maar deze vind ik niet mooi. Deze is op zich ook wel leuk voor 18 euro. In de slaapkamer. Hier allemaal Valentijnsdag. Wierookhouder. Het is een beetje zo'n watervalachtig idee. Best wel grappig. Oeh, deze ziet er heel mooi uit. Cotton Blossom. 9 euro. Echt een grote. Ook nog wat geurbranders. Beetje een beige kleur. Wit. Hier nog met een streepje. Die zijn best wel leuk. En van die geurzakjes. Dat je bijvoorbeeld in je kledingkast kan ophangen. Dit is dan, heb je de 3 en dat kost dan 1,40 euro. Dat is ook mooi. En dan nog wat geurkaarsen die nieuw zijn. Die zien er wel heel erg mooi uit. Dit is ook lekker voor in je washok of een waskamer als je dat hebt. Geurstokjes van Robijn voor 2,80 euro. En ik zie hier ook nog iets heel groot, maar wel een hele mooie pot. Wat is dit? Pistache. En de welbekende namaak Woodwick. Die heb je dus nu ook, zag ik op TikTok ook al. En het echt in een mini. Dus echt heel erg klein, dat lontje. Ik vraag me af of die dan wel goed opbrandt. Green tea in fresh cotton. Sandalwood. En dat was hem. Oh nee, en peach, cherry en blossom. Deze ruik ik niet. Die kleintjes hebben geen geur. De grote wel. Maar dit heeft gewoon geen geur. Heel veel mandjes. Ik zoek eigenlijk nog zo'n klein mandje. Maar dan met een lusje. Kijk, deze heeft dat wel. Maar dit is echt veel te groot. Ik zoek echt een mini. Maar eigenlijk zoiets. Maar dan met een lusje. Maar dat hebben ze niet. Want dan kan ik het aan een kapstok ophangen zo. Dan kun je daar je sleutels in doen. Maar goed, helaas zijn deze te groot. Je hebt hier nog van die echte marmer plateautjes. Maar ik zag op TikTok dus dit. Kijk, deze. Super mooi. Voor 2 euro heb je verschillende soorten. En die kun je dan zo doen. En dan zo houten planken op. Best schijnig. Maar hier kun je ook gewoon kaarsen in doen. Hier nog allemaal schoonmaakmiddelen. Oeh. Pink bubblegum van Fabuloza. Ik kan niet wachten om dit straks allemaal te halen. Deze is echt geweldig. Zo lekker is die geur. Ze hebben hier nu ook echt heel mooi servies. Beetje van dat beige kleurige. Kommetjes, iets grotere. Kleine ontbijtbordjes en grotere borden. En dus ook een beetje de HK Living lookalike. Nou moet ik zeggen dat dit niet helemaal mijn kleuren zijn. Maar ik weet dat ze ook andere kleuren hadden. Maar die zouden er wel uitgehaald zijn. Want iedereen wil die natuurlijk. Heel mooi bord is dit. Mooie bloempot in een beige. Deze vind ik ook zo mooi. Voor theeglas. Heel simpel. Maar echt heel mooi. Heel strak. Deze zag ik ook op TikTok. Maar ze zijn echt een stuk kleiner dan ik dacht. Maar wel heel cute. Een voorraadpotje. Ik zie hier nog wat tafels. Altijd handig. Het is best leeg. Hier nog één zo'n opbergpoep. Opbergpoef. En die. Maar die is al echt heel erg vies. En dit is de gang met allemaal Pasen. Ik zie hier echt allemaal eten. Dus daar ga ik snel voorbij. En hier nog wat paasdecoratie. Ja, ik heb dus zelf niet zo heel veel mee. Ik vind het wel schattig, maar nee, niet voor mij. Maar goed, weet dat ze dat dus allemaal wel hebben. Ik vind deze nog het schattigst, maar ja.
winter weer aan. Oh, zoveel zin in. Al die bloemen en dingetjes. En ze hebben nu ook echt mega veel voorraad. Potjes en heel veel grote voorraad bakken, zoals je hier ziet. Ik vind deze eigenlijk nog wel mooi. Met dat beige bruinige. Maar goed, alles beige bruin vind ik mooi. Ja, leuk. Om gods hebben, de appelstrudel. Oké, ik ga hem alvast halen. Dit is de textielverfrisser. En dan haal ik ook gelijk deze. Scrub Mommy en Damp Dusters. Dat zijn echt toppers. Maar goed, die heb ik al. Maar die hebben ze dus ook lekker bij de Action. Weet iemand of deze goed is? Het ziet er wel interessant uit. Een draadloze stofzuiger. Deze wil ik ook, maar ik heb al zo'n één. Waar je spreekt en dan komt het er zeg maar al uit. Maar deze is zo chill, lijkt mij. Ze hebben nu ook van die teddy pakken. Zo lekker. En van die grote oversized sweaters. Dit soort dingen zijn echt iets wat ik nog moet halen. Pleisters en zo straks. Hier, de Batiste droogshampoos. Die zijn zo chill. Vooral deze tropical. Vind ik zo lekker. Het is hier maar €3,80. En heel veel make-up organizers. Deze is voor mij nieuw. Ik ken deze niet. Maar dat is roze goud. Vind ik niet zo chill. Oh, en dit wil ik straks echt allemaal in elk ladetje. Alles organizen. Oké, ik kom net terug van de Action. Zoals je ziet ben ik ook nog bij de dierenwinkel geweest. Ik heb even hooi gehaald. Maar bij deze even een kleine shoplog. Ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gehaald. Daar ben ik best wel trots op. Vond het wel weer leuk om even te kijken. Ze hadden best wel veel paasdecoratie en echt een hele gang vol. Maar ik ben niet zo echt van Pasen of zo. Ik vind het wel leuk, maar het is niet dat ik mijn huis dan helemaal ga decoreren. Dus ja, ik laat even zien wat ik heb gehaald. Eigenlijk niet zo heel veel boeiends. Ik heb voor 70 cent de kaartjes gehaald. Deze, als iemand jarig is. Hetzelfde geldt voor deze, ook met blauw. Nou, en dan nog een gouden. Dit is altijd handig om gewoon te hebben. Want ik heb nooit zin, als het iemand jarig is, dat je dan eerst nog naar de winkel moet om een kaart te halen. Dus ik haal dat altijd al een voorraadje van. Nou, en dan heb ik dus dit gehaald, want ja, het is er nu nog. En ik weet niet, het komt vast wel weer deze winter ook wel weer terug. Maar ik wil echt heel erg graag mijn huis lekker schoonmaken. Met, in de winter met wintergeuren, in de herfst met herfstgeuren. En in de lente met lekker frisse citroengeuren. Nou, dus ik heb deze appelstrudel fabric freshener. Dus mocht je iets niet in de was wil doen, dan spray je dit even erin en dan krijg je een lekkere geur. Maar die appelstrudelgeur is zo lekker. Ze hebben ook Winter Spice, maar die vind ik dus niet zo lekker. Deze ruikt echt een beetje naar appelkaneel. En ik heb de Multi Surface Cleaner en dan dus ook de appelstrudel. Dus dit is gewoon een soort allesreiniger voor over de tafels heen of zo. Dus die heb ik gehaald. Even kijken. De allesreiniger, deze kost €1,50 en deze kost €1,88. Dus helemaal chill. Dus dat heb ik gehaald. Eigenlijk niet zoveel. Dat was dat wat er nu bij de Action is en wat ik heb gehaald. Weer heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En wellicht tot de volgende video weer. Doei doei!